Het geneesmiddel van de week is Rocuronium. Waarom Rocuronium? Rocuronium is een spierverslapper. Die wordt gebruikt om de spieren te verslappen tijdens intubaties, operaties en moeizame kunstmatige beademing. Rocuronium is alleen intraveneus beschikbaar en is ook wel bekend onder de merknaam Esmeron. Laten we bij het begin beginnen. In de naam Rocuronium zit een verwijzing naar curare. Curare is een verzamelnaam van gifstoffen die al eeuwenlang worden gebruikt door verschillende indianenstammen om prooien te verdoven. Bepaalde plantenextracten werden op het puntje van speren en pijlen gedaan die vervolgens de dieren verslapten. Het eten van het gif is ongevaarlijk omdat curare niet wordt opgenomen in het maag-darmstelsel. Wetenschappers ontdekten in de afgelopen eeuwen dat de hartspier wel gewoon door bleef pompen. En dat wanneer de prooien kunstmatig werden beademd, ze het gif konden overleven. Later ontdekten ze dat dit ook gold voor mensen. En zodoende kwam curare als spierverslapper in de anesthesie terecht. Spierverslappers zijn globaal in te delen in twee groepen. De depolariserende en de niet-depolariserende spierverslappers. Deze groepen bepalen eigenlijk het werkingsmechanisme van de spierverslapper. Rocuronium is net als andere curare derivaten een niet-depolariserende spierverslapper. Succinylcholine is een voorbeeld van een depolariserende spierverslapper. En voor meer informatie over het werkingsmechanisme raad ik je aan om het filmpje over succinylcholine te bekijken. Wat is nou het verschil tussen deze twee groepen? Normaal gesproken treedt samentrekking van de dwarsgestreepte spieren op na activatie van de motorische eindplaat. Acetylcholine, de neurotransmitter die hierbij belangrijk is, wordt door de zenuwcel afgegeven aan de spiercel. Deze depolariseert door influx van natriumionen de spiercel in en daardoor treedt spiercontractie op. Rocuronium blokkeert de receptoren voor acetylcholine door middel van competitieve binding. Hierdoor treedt geen depolarisatie op en is er dus geen samentrekking van de dwarsgestreepte spieren. Het effect van rocuronium treedt al snel op, namelijk binnen 60 seconden na injectie en duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Rocuronium is daarom een van de meest gebruikte spierverslappers in Nederland en middel van eerste keus bij alle niet spoedeisende situaties. Natuurlijk zijn er ook bijwerkingen te verwachten. Meestal betreft het een allergische reactie, zelfs tot anafylactische shock aan toe. Maar gelukkig komt dit zelden voor. Een aantal geneesmiddelen kan de werkingsduur van rocuronium verlengen, waaronder magnesium, lithium, dampvormige anesthetica en aminoglycoside. En wanneer de verslapping niet langer nodig is, kan je ook een antidotum geven. Hiervoor wordt Sugammadex het meest gebruikt. Binding van Sugammadex aan rocuronium vangt als het ware het rocuroniummolecuul weg en neemt het mee aan de binnenkant van de ring. Daardoor daalt de plasmaconcentratie en treedt er een rocuronium shift op van de motorische eindplaat naar het plasma. Samengevat. Rocuronium is een niet-depolariserende spierverslapper. De belangrijkste bijwerking is een anafylactische shock, maar komt zelden voor. Het effect treedt snel op en houdt ongeveer 30 tot 45 minuten aan. En Sugammadex kan worden gebruikt om het effect van rocuronium te antagoneren.